Hij gaat een dam simultaan spelen. 28 borden staan bij wijze van spreken achter in zijn nek. Hij ziet ze niet. Hij hoort bijna niets. Hij zit afgesloten in een kamertje en krijgt af en toe door wat degene die tegen hem speelt gezet heeft. Gaat dan weer nadenken, spreekt in de microfoon zijn zet uit. En zo gaat het door, uren lang. Soms kan dat 33 uur duren aan een stuk. Dames en heren, hier is Ton Sijbrands. Ja, Ton, we hebben je met jouw grote tegenzin op een monsterlijke troon gezet. Maar je bent de meeste dammer, dus daarom doen we het even. Ja, maar ik dacht wel even, waar heb ik me nu weer in laten luizen? Maar... in helemaal niet. We nemen je zaak zeer serieus. Want jij neemt hem ook serieus, Ton. De wedstrijd, simultaanwedstrijd, begint over een dag of 10, klopt dat? Ja. Volgende week donderdag. Ja. En jij hebt gezegd, nou, ik wil nu nog wel even praten in de studio, maar dan wil ik rust hebben. Dan wil ik mij concentreren. Ja. Zie je er tegenop? Ik zie er redelijk tegenop, ja. Ja. Want ik weet uit ervaring, het wordt nu de 10e keer dat ik zo'n poging ga wagen. En ik weet uit ervaring dat het enorm zwaar is. Het duurt, wat je zelf al zei, het duurt ontzettend lang. De laatste keer dat ik zo'n poging deed, duurde het 28,5 uur. Nu 3 borden meer, dus de verwachting is inderdaad 32, 33 uur. En gevreesd moet worden nog langer. Dus daar, ja, dat is niet iets waar ik met opgeruimd gemoed... Hoe kun je daarop voorbereiden, Ton? Wat ik altijd doe is proberen orde in de chaos aan te brengen. Door een bepaald systeem te hanteren. Ik heb 28 tegenstanders die verdelen. Er zijn 9, dat moet even gezegd worden. Er zijn 9 verschillende openingszetten met wit. En ik speel met wit. Om zoveel mogelijk variatie aan te brengen, hanteer ik alle 9 openingszetten in een vaste volgorde. Dus ik heb het deelnemersveld verdeeld in 3 groepen, of 2 groepen van 9 en 1 groep van 10. En is dat om een soort differentiatie te krijgen in de start, dat niet alles op elkaar lijkt? Dat precies, ja. Okay. Ja. En dat is heel essentieel. Ik heb ook wel eens in het verleden een trainingsblindsimultaan gespeeld tegen een clubje in de provincie. En die mannen die speelden haast allemaal hetzelfde. En ik had dat niet zo goed in de gaten. En op een gegeven moment dreigde dat echt helemaal mis te gaan. Dus het is echt heel belangrijk om zoveel mogelijk variatie... Je dwingt eigenlijk je tegenstanders om zet te doen waardoor een verschil staat in de stellingen. Nou hebben wij hier even voor het gevoel die 28 borden rond jouw gezicht gezet, rond jouw hoofd gezet, omdat die in jouw hoofd zouden moeten zitten. Maar er zit oneindig veel meer in jouw hoofd. Want hoe ver kun jij vooruit denken? Hoeveel zetten? Ongeveer? Ja, het klinkt altijd heel opschepperig als ik zeg zover als nodig is. Maar dat is wel het geval. Maar iedere dammer die achter het bord zit en een variant probeert uit te rekenen, die probeert in principe te komen in zijn berekeningen tot een moment waarop hij kan zeggen dit is gewonnen of dit is remise. Of... Mm-hmm. Dus je probeert zo ver mogelijk door te rekenen. In een van mijn blind simultaans heb ik een variant, ik geloof van 25 zetten berekend. 25 van wit, 25 van zwart, dus 50 bewegingen, zeg maar. Ja. Nou, eigenlijk zou je kunnen zeggen, want jij bent de absolute meester op de wereld. Je kunt eigenlijk iedereen moeiteloos verslaan. Ja, dat is absoluut. Is dat niet meer zo? Nee. Maar, dit is echt heel wat anders dan... Nee, maar dit is echt wat anders. Want dit is niet één op één, maar het zijn 28 mensen. Maar dat is bijna niet te bevatten. Hoeveel kan een mens onthouden? Hoe zit dat bij jou? Ben je zeker van je zaak als het omhouden om geheugen gaat? Ik ben niet 100% zeker, nee. Niet 100%? Nee. Is dat wel zo geweest? Nee. Ja, toen ik 12 of 14 was, natuurlijk. Dan weet je alles zeker. Dan, ik was 11, toen wist ik zeker dat ik wereldkampioen zou worden. Want ik zag de toenmalige wereldkampioen, zag ik een zet spelen in een partij. Waarvan ik dacht, dit is gewoon niet goed. Nee. Dus, maar als je ouder wordt, dan begreep je dat... dat het allemaal wat genuanceerder ligt. Hoe oud ben je? Ik hoop in december 60 te worden. Iemand van 59, die gaat wel eens wat vergeten, denk ik. Gewoon in het dagelijks leven. Raak jij dingen kwijt al, enigszins?
Ja, het spijt me deze vraag met bevestigend te moeten beantwoorden. waar ik vroeger echt tamelijk snel op namen van mensen kwam, lukt me dat tegenwoordig niet meer zo. Nee. Maar put je dan, als dat dan een beetje gemankeerd is in overdrijf wellicht, zit je dat niet in de weg voor je sport? Dat weet ik niet 100% zeker. Dat zal moeten blijken. Ja. In ieder geval, teruggeblind simultaan 2 jaar geleden heb ik er geen last van gehad. Maar ik, ja, ook hierover ben ik niet 100% zeker dat het niet zal maakt gebeuren. Die onzekerheid je niet aan het wankelen? Lig je niet 's nachts in je bed te woelen? Nee, dat ook weer niet. Nee, ik kan er ook heel weinig aan veranderen. Ik heb toegezegd deze poging te zullen ondernemen en we moeten maar kijken wat er van komt. Het klinkt wel alsof je er enigszins tegenop ziet nu. Nu je nog niet ik zie er tegenop. Maar waar zie je het meest tegenop dan? Vooral de periode halverwege zo'n simultaan. Dat je weet dat je nog, bijvoorbeeld als je een set of 20 gespeeld hebt en de openingsfase is achter de rug. En je weet dat je nog 20 uur of zo te gaan hebt. En je bent niet eens zeker van het feit of je wel voldoende voordeel hebt. Ik ben ook altijd als het dood dat ik niet meer dan 70% scoor. Je moet dus minstens 70% scoren. Ja, om het record te krijgen. En ja. Ik ben niet zozeer bang voor verliespartijen, maar wel voor remisepartijen. En als ik te veel remises, dan haal je het record ook niet. Dus, maar ik weet ook uit ervaring. Wat zijn je nou 20 uur? Wat zijn nou die... Bijvoorbeeld als je 10 uur bezig bent en je weet dat je nog 20 uur moet. Ja, krijg je niet last van, je krijgt misschien last van verminderde concentratie? Of krijg je last van vermoeidheid? Vermoeidheid niet, maar nee, daar heb ik eigenlijk nooit last van. Maar een normaal mens krijgt toch na 15, 20 uur slaap? Gil jij niet bijvoorbeeld? Nee, maar daarvoor sta je gewoon onder te grote spanning. Die wellicht, ja, waarmee zou ik het kunnen vergelijken, het presenteren van een televisieprogramma. De adrenaline giert door je lichaam. Ja. Dus er is geen sprake van dat ik door slaap zou worden overmand. Maar er zijn ongetwijfeld momenten van concentratieverslapping. En dat moet je ontzettend zien te voorkomen. Want zodra je maar één zet vergeten bent die je tegenstander gemeld heeft, dan kan het tot een zogeheten strafpunt leiden. Ja. Zo maar, geen ramp. Maar nog even alle duidelijkheid. Ja. Je zit in een afgesloten ruimte. Je ziet althans de borden niet. Maar zit je er af en toe niet gewoon naast dat jij iets zegt, dat iemand zegt, ja, maar dit kan niet? Wat je nu dat komt een heel enkele keer voor. Ik denk dat het in de vorige blind simultaan van mij 3 of 4 keer is voorgekomen. Ja. En dan wordt dat misschien gewoon hersteld. En dan wordt dat... Jawel, maar dan krijg je een strafpunt. Okay. Zoals het heet. En als dat dan binnen één en dezelfde partij 3 keer gebeurt, dan heb je de partij verloren. Okay, dus, okay. Waar speelt het zich af? Het speelt zich af op een prachtige locatie, vind ik, in het Olympisch Stadion. Ergens in de catacomben. In de voormalige... Ja, binnen, niet op het veld. Het is niet uitverkocht, het hele stadion. Nog niet. Nou, ik ben razend nieuwsgierig hoe het gaat worden. We gaan het vernemen in de krant. Wie weet, kom je nog even een kijkje nemen. Ik wens je veel succes. Ton Seibrand. Okay.